Het is al lekker druk. De mensen denken dat er maar één webshop Billet is. Maar er is ook nog eentje verderop, dus daar gaan we nu even heen. En nogmaals, goedemorgen iedereen. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering. Gelijk starten we in Bakken. We kunnen daar een bandje halen. En met dat bandje kunnen we dus in alle attracties. Nou, we gaan weer in een Skyroller attractie. Leuk voor het uitzicht. En daarachter staat ook iets heel vets. Een indoor spinning coaster. De Tornado. Ziet er vanaf de buitenkant heel leuk gethematiseerd uit. En dan hoop ik altijd dat het ook binnenin heel mooi eruit ziet. Vaak is het altijd omgedraaid, hè? Ja. Helaas. Nou, we gaan het zien dadelijk. En dames en heren, met volle trots presenteer ik hier dit funhuis met heel veel tonnetjes. Kijk eens even. Oh, ho, ho, ho. We hebben hier een schommelschip. Leuk, in de vorm van een draakie. En Hessel gaat nu even in de poliep. Die kennen we wel, hè, de poliep. En we gaan een ritje maken in de Dylan. De krokodilletjes. Een van mijn favoriete waterattracties ooit, vind ik. Allemaal wilde walibi's hier zo. Kijk eens even. Boksende walibi's. En daar hebben we een achtbaantje. Er zitten 6 achtbanen in het park. Hartstikke leuk. We hebben daar de 5D cinema. En ook nog de Crazy Theater. Dan zit je dus op een bakje en dan moet je op het doek schieten zo. Interactief. Leuk. Gaan we lekker in deze familieachtbaan. Zo, we gaan lekker met de zwaantjes en daarna in de boomstamrivier. Potverdorie, kunnen we niet in deze spinning coaster? Dat is de enige achtbaan die we nog moeten vandaag. Nou, ze missen blijkbaar een paar wielen of ze wachten op nieuwe wielen of iets dergelijks. En daardoor kunnen ze dus blijkbaar niet draaien. Potverdorie. Dit had ik graag willen doen. Ja, ook met een begin een soort lancering bij de kettinglift. Door die twee kettings die je ziet, gaat die vrij hard omhoog. Maar ja, helaas. Nou, dit was de zijkant van het gebouw. Super leuk toch? Maar ja, helaas. Zo, dan gaan we naar het funhuis. Echt legendarisch. Zo fantastisch in dat gebouw. Oh, geniaal. Nou, en zo gaan we maar proberen, jongen. Ga een beetje proberen. Ja, dat is echt heel, heel apart. Oh. Oh. Dit is echt heel apart, want alles beweegt hier en gaat tekeer. De trap daar, zo gaat heen en weer. Het is helemaal gekkigheid hier, allemaal gekkigheid. En terwijl Hess nog een ritje maakt in de achtbaan, ga ik nog even een keer in het spookhuis zien. Er zit ook een live act erin en dat maakt het best wel even spannend. Nou, daar gaan we dan. Die groen is voor mij. Oh jee, oh jee. Nou, daar worden we niet vrolijk van dit, hè. Zo, ik ga nog even in deze attractie. Heerlijk. Heerlijk, jij die drops, geweldig. Zo, en van de achtbaan gaan we nog even in deze simulator. Zo, we gaan even een stukje met het treintje. Wel perfect in de midden zo. Ballonnetjes kopen kan allemaal. Komen langs de achtbaan, de wilde buis. En langs eetkraampje 285. Maar je hebt wel divers eten hier zo. Alles kan je eten. Van grill tot aan all you can eat en gezond milkshakes, slush puppies, ijsjes, pannenkoeken, patat. Ik heb alles voorbij gekomen. Even genieten, Hessel. Even rust, hè. Ik moet je eerlijk zeggen, we zijn bijna klaar met het park. We hebben alles gezien, alles gefilmd. We moeten alleen het outro nog. Eigenlijk wel, hè. Nee, nou, het zit er allemaal op. Alle parken, alle parken gedaan. Ja, alleen helaas de wilde muis. De spinning coaster, ja. Ja, dat is echt een nadeeltje, maar ja, ooit komen we misschien wel voor terug. Wie weet. Nou, dan komen we weer langs mijn favorietje. Echt een leuk baantje hoor. Oh, kijk eens even, lekkere pannenkoekjes. Nam, 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 nam. Komen we langs de safari. Een hele kleine track ride. Nou, Hessel gaat dit spel proberen. Je koopt een aantal cijfers. En dan kan je dus kans maken op zo'n heerlijke grote chocoladereep. En in zo'n reep zit dan het volgende. 6 van deze melk. Met hazelnoot 2 stuks. Best wel veel. Maar ja, je moet wel het goede nummer hebben.
He, ze heeft deze drie cijfers en ook nog daar 43 tot en met 45. Dus 6 keer kans. En het rad zal het zeggen. Spannend. Oh jee. Oh, net eroverheen. Net 54. Ah. Oh. Nou, dan gaan we even vishengelen hier zo. Welke kleur zal ik doen, Hessel? Ik, wat jij wil. Ja, de roze ziet er goed uit deze, hè? Zou je die doen? Ja, misschien zit daar juist het minste in, hè? Ja, of, ja ik heb het gevoel. Kijk, ik heb vertrouwen hierin. Daar ben je de enige. Nou, wat is het? Ik heb één point. Ik zei het je. Ja, maakt niet uit, had je een blauwe gekozen dan? Ja. Oké. Nou, wel leuk toch? Nou, voor 10 kronen, 100 kronen. Ja, 100 kronen. Ongeveer 14 euro. 13 euro. 13 euro. Nou, dat is wel leuk. Ik vind het strikje leuk. Ja. Schattig. Oh, wauw. Volgens mij gaat dat ding wat Hessel zei over de kop. Je hebt in ieder geval op dat scherm een No Limits baan. Dat was wel toevallig. Dat herkende ik wel. Kijk, en we hebben een mooi uitzicht hier zo over de achtbaan. Gaan we lekker even all you can eat. Oh, daar heeft iemand erover gegeven. Lekker, lekker, lekker. Hoort erbij. Nou, de speciale informatie voor deze tripvideo. Door een sensor doet hij dus niet. Dus helaas, we kunnen er niet in. Dus wie weet ooit nog een keer dan. Als we hier komen. Kom op, sla jongens. Kom op. Oh, bijna, bijna, bijna. Oh. Oh ja! Zo geniaal dit, dit is zo leuk. Heftige attracties hier met Hessel. Dit is de laatste attractie die we doen. Leuk hè? Ja, hartstikke mooi. Oh, hij stopt al. Ja. Kort ritje. Nou, we sluiten nu af met echt de allerlaatste attractie voor vandaag. Hartstikke leuk. Lekker crossen. Zo, en we zijn weer onderweg. Terug naar ons hotel. Beetje een rommelige weg hier in Kopenhagen. Jeetje, ze hebben, het is echt bizar, hè? Jeetje, Mina. Het is niet normaal. Lijkt Duitsland wilde. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar hier missen ze dan de wegwerkzaamheden. Nou ja, hier doen ze gewoon niks aan de weg. Nee. Hey, Hessel, schouderklopje. Want we zijn klaar. We zijn klaar met alle video's. We hebben alle complete reviews gemaakt in Scandinavië die we wilden maken. En nou komt jouw werk nog. Ja, daar komt mijn werk nog. Ja, klopt. Ja. Al het editwerk. Zeker. Dan mag jij me een schouderklopje geven dan weer terug. Dan. Dat is wel leuk. Dan hebben we elkaar een schouderklopje gegeven. Ja, precies. Nee, het was hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie ook zin hebben gehad met de tripvideo's. Dat deden we dan ook nog tussendoor. Ondertussen hebben we ook nog op social media alle dingen geplaatst. Op Instagram, op Twitter. Je kan ons natuurlijk volgen. @davinstel en @hesselb_98. Dus mocht je dat willen zien nog, dan kan dat altijd. We hebben het echt wel heel erg naar ons zin gehad. En dadelijk zullen we nog eventjes meer gaan babbelen als we terug zijn in ons hotelletje. Want daar gaan we dus voor de laatste nacht lekker slapen. En morgen dan naar huis inderdaad. Ja, morgen een lange dag. Want het is ongeveer 8 uur rijden. Dat is een lange trip. Nu zou je denken, Vincent, waarom pakken jullie onderweg niet nog een hotel en een park? Er zat niet echt iets meer op de route. En Hansenpark moet je net weer wat meer tijd voor nemen. Dus dat was ook niet helemaal handig om mee te nemen. Dus... ja. Ja, dus dan pakken we Hansa en Heidepark wel een keertje samen, want dat ligt heel erg bij elkaar. En het zijn ook twee topparken, want Colossus is natuurlijk open in Heidepark, ja. En die hebben we toen nog niet gedaan. Ja, we kunnen natuurlijk ook wel alleen voor Colossus even heen gaan en daar weer weg, maar ja, dat is ook wel een duur kaartje dan. Dat is een heel duur kaartje, voor mij 40 euro per kaartje geloof ik. Ja. Dus dat is dan zonde als je dan voor één achtbaan 40 euro spendeert. Maar het is het wel waard, denk ik wel. Maar goed, je moet gewoon, als je in Heidepark gaat, moet je gewoon de hele dag. Want onze review is voor mij uit 2017 of 2018. Ja, 2017. Ja, dat is alweer 2 jaar geleden. Dus misschien moeten we toch een keer terugkomen om de park weer even mee te nemen. Misschien later dit seizoen nog. Ik weet niet. Ja, wie weet. Sowieso mag je altijd in de comments altijd leuk reageren welk park wij nog kunnen of moeten doen. Dat mag altijd gewoon onder elke pretpark review die wij maken. Dat zeker. Dus we gaan nog even lekker kletsen met jullie. Tot zometeen. Zo, we zijn aangekomen in het hotel. En ik denk ook wel aangekomen, want jongen, wat hebben we allemaal vet gegeten. Nou, het valt mee. We hebben ook wel gedacht aan de benodigde groentes. Ik moet trouwens daar kijken. Ja, nee, zeker.
Het was superleuk. En willen jullie sowieso bedanken voor de steun. En ik denk ook eigenlijk wel voor toch nog even een extra video te maken morgen. Want we hebben een... Oh, je bent drinken. Oh, ja, want we willen morgen eigenlijk nog wel even een extra videootje maken speciaal voor jullie. En misschien ook nog wel bij Hessel eentje. Dat zien we dan nog wel. Houd gewoon even in de gaten op het kanaal. We gaan dadelijk waarschijnlijk nog even een stepje huren. Want er staan nog twee voor de ingang van het hotel. Dus er is gewoon echt niks beters en leukers op dit moment dan twee stepjes te huren. En gewoon even voor een kwartiertje lekker in met een fris windje buiten. Het is niet al te koud, het is ook niet al te warm. Lekker uitwaaieren voor de laatste keer hier in Kopenhagen. Dus dat is wel mooi. Nou mensen, bedankt voor het kijken. Laat wel een duimpje achter. En de volgende keer zijn we sowieso weer terug met een nieuwe video van de trip. Doeg! Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze gloednieuwe video op onze Scandinavië trip. Had je nou zoiets van, ik vond dit best wel een leuke video? Laat dan ook een duimpje achter en een hele leuke reacties, want wij gaan die zeker ook teruglezen. Bedankt voor jullie steun door deze video's ook te kijken op het kanaal. En tot de volgende video. Hoi hoi! Doei, doei.